Yo, kijkers van Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug op Mindtopia, mensen. We zijn vandaag in mijn appartement in Cosmopolitan. En het texture pack is een beetje aangepast, want ik heb een texture pack 4.0. En ja, het is een beetje anders, dat zie ik wel. Maar vandaag gaan we iets superleuks doen. Ik zit nu in een channel met de rijkste persoon van Mindtopia. Hij hoort me nog niet, omdat ik op mute heb staan. Wat hij denkt, hij heeft ook een YouTube kanaal. Ik ga zo meteen vertellen wie het is. Ik ga hem dus vermoorden, dat is de grap. Maar hij denkt dat wij zo meteen een video gaan opnemen over dat hij de rijkste nieuwe persoon is. En ja, gaan we dat vertellen. Maar ik ga hem dus hier naar mijn appartement mee lokken. Dan ga ik hem van het balkon afslaan. Want ik heb hier wapens ook. Dat leek me wel leuk voor de video. Dus ik moet zo meteen nog een keer de intro doen. Want ja, hij weet natuurlijk niet dat we al bezig zijn in de opname. Dus gaan we nu unmute en dan horen jullie hem ook. Dus ik ga dadelijk nog een nieuwe intro doen. Zodat hij denkt dat we dan pas beginnen met de opname. Maar hij weet het natuurlijk niet. Even kijken. Unmute. Yo. Jannik? Waar ben je? Ik heb mijn opnameprogramma even opgestart. Waar ben jij? Oh, je bent al bij mijn appartement? Ja. Oké, maar zullen we hier de intro doen? Maar als ik straks het geweld is, dan moet abonneren op je video. Ja, je mag straks klaarmaken. Oké, doe maar even, ik praat even wat harder, want de kijkers horen jou denk ik niet. Ah, hallo? Oké, ik zal nu even de opname starten. Oké. Ik denk dat de mensen dat niet horen als je zacht praat. Oké, doe even nog een keer harder praten. Hallo, Max? Ja, oké, zo is goed. Oké, 3, 2, 1. Yo, echt van Game Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we hier niet zomaar iemand. We zijn hier vandaag met de rijkste persoon van Mindtopia, mensen. We zijn hier met JVDA YouTube. Yo, JVDA YouTube. Hallo, Max. Hij is de rijkste persoon momenteel. Hij heeft mij dus ingehaald. Of eigenlijk heb ik een huis gekocht en heeft hij mij daardoor ingehaald, of niet? Inderdaad. Nou, het is dus een Belg, zoals je kan horen. Dus ik zal de ondertiteling aanzetten. Nee, grap. Ik denk dat jullie het wel kunnen verstaan. Ook al kan ik het af en toe ook moeilijk verstaan. We gaan een beetje vertellen hoe jij een beetje rijk bent geworden. Nou, zo, kun je naar mijn kantoor of naar mijn huisje gaan of zo? Naar een mooie appartement gratis gekregen van tussendoor. Ja, ik heb het appartement gekregen, dat klopt. Je moet wat harder praten, want ik hoor jou heel zacht. Ja, nee, oké. Ik ben boven. Nou, hoeveel miljoen heb je trouwens nou op de bank staan? Ja, nu niet zoveel, maar ja, ik heb een huis gekocht, maar ik had 29,3 miljoen. 29,3 miljoen, en je hebt nu? Ja, nu heb ik niet meer zoveel. Wat is niet meer zoveel? Ja, ik heb nog wel veel hoor, maar... Ja, wat is niet veel? 29,3 miljoen heb ik nu nog. Hoeveel? 24,3 miljoen. 24, ja, oké. Nou, in ieder geval, ik heb nog maar 7,5, dus je hebt inderdaad veel meer. Nou, vertel een beetje hoe jij bent rijk geworden. Ja, kijk, vroeger had ik fullscreen en Time for All een mooie straat in Gredel. En daar had ik een veiling, daar had ik een casino, daar had ik een foodshop, daar had ik een kledingshop. Ja, daar had ik zeer veel. En, Gredel, dat weet ik nog wel. Anders. En toen was je nog niet zo rijk, hè? Nee, maar ik heb ze wel verkocht, hè. Oh ja, daarom. De natuurrampen. Ja, krijg je er veel van terug, ja. Meer zelfs. Ja? Inderdaad. Nou, vertel verder. Ja, hoe ik nog rijk ben geworden. Ja, 30 miljoen, dat krijg je niet zomaar, hè? Nee. Heel veel uurloon. Ik heb at the moment 117 dagen time. En ik heb ook, soms koop ik een huisje voor 250k. En dan verkoop ik het voor 650k door. Ja, dat is goede handel. Ja, goede handel. Ja, klopt. Dan zijn je wel een beetje aan het verbouwen in Cosmopolitan. We kunnen misschien zo meteen naar je huis gaan in Malibu. Check hier, man. Die hijskraan, man. Wat zijn ze hier aan het doen, man? Zou je daar ook kunnen vliegen als je via hier gaat? Moet ik wacht even eten. Oh my god, lieve spullen liggen aan de zijkant. Oh, ben je dood? Ja. Oh my god, je bent zo dom. Nee, ik ben helemaal in downtown. Pak mijn spullen, die liggen aan de zijkant, mijn Elytra. Oh, ik heb nog niet alles kunnen pakken. Ik was de opname al begonnen. Dit was het plan om jou te killen. Rijkste speler van de server vermoorden. Jij bent echt moe. Kom ik bij jou? Oké, ik ga snel je spullen pakken. Oh mijn god. Oh mijn god. Maar jij trapt. Ik dom, ik dacht nee. Max en Waar zijn die spullen? Oh, hier zijn die spullen. Heb je alles? Wat had je allemaal? Ja, zo'n golden broek, zo'n dingen. Ik heb een pumpkin leggings, dat heb ik. Ja, in mijn bankpas. Oh, die zie ik hier. Heb je dat? Ik heb hier bankpas en hier ligt friet op de grond. Ja, die frietjes... je had geen goede spullen bij, jammer. Ja, je krijgt ze terug. Je hebt de Belgische frieten.
mijn Belgische friet. Bankpas, wacht even. Ja, maar ik ga dood. Oh, gelukkig heb ik mijn rugzak bij voor. Even 24,5 miljoen eraf pinnen, even kijken. Katten. Even pinnen. No. Ja, ik kan pinnen nu, hè? Nee, dan dus moet jou, nee, nu kan ik op jouw banken. Ja, dan pin ik snel al mijn geld. Nee, grapje. Oh. Hoe kom ik bij jou? Ik ben helemaal in downtown of zo. Ik was de video al begonnen toen ik even gemute was. Toen ik zei dat ik even drinken ging pakken. Ja, kijk, ik had het al verwacht toen je in die chest ging. Dat je daar iets uithaalde. Maar ja, ik dacht wel, dat zal wel. Ja. Dat heb je toch gedaan. Tjonge, jonge. Ja, je man, toch, je wist het helemaal niet. Waar loop je? Kom je even je spullen terugbrengen? Ik weet niet waar ik ben. Even kijken. Ik heb gewoon nu officieel de rijkste persoon van de server vermoord. Dus nu ben ik weer de rijkste persoon, snap je? Nee, we snappen het niet. Oh, als ik dit nog 5 keer zou doen, zou ik nog 5 keer intrappen. Ik zou het zweren. Oké, waar ben je? Ja, mijn speedboots. Maar ik ben niet. Heb je je speedboots nog? Ja, maar waar, hoe kom ik bij jou? Ja, ik kom wel even naar jou. Wacht, even mijn wapenstok terugleggen snel. In ieder geval, vertel even de kijkers verder hoe jij rijk bent geworden. Ja, ik denk gewoon dat ik alles heb verteld, hoor. Ja, gewoon door te verkopen. Ja, ik eigenlijk ook veel dingen kopen en opkopen. Ja, veel uurlonen. Ja, gewoon veel te veel online zijn. Ja, tuurlijk. En ja, had je mobiel bij? Oh, mijn fitheid. Nee, ik had geen mobiel. Ah, dat is mooi. Hoe kom ik bij jou? Of kom jij naar mij? Ik kom naar Stuntown. Volgens mij krijg ik... Oh, stomme portal, man. Oh, ik dacht echt, je ging fucking boos worden. Ja, tegen Max kan je toch niet boos zijn met zijn lelijke hoofd? Ach, jong. En zijn ogen die zo naar boven kijken. Kijk, een toffe skin. Gelukkig heb ik wel een neus. Nee, ik heb geen neus eigenlijk, laat maar. Oké, waar ben je in Downtown? En even kijken, amai. Wacht, hè, ik ben bij de straat. Baniolstraat of zo. Ja, zeg de coördinaten maar. F3, oké. Okay. Min 690. Ja. Min 1760. Nou, oké, kom maar toe. Nou, in ieder geval, ja. Een video met de rijkste persoon van Mindtopia. En ik denk dat de titel niet zo gaat heten zoals ik jou heb verteld. Dus straks met de rijkste persoon van Mindtopia. Maar de rijkste persoon in Mindtopia vermoord. Zo gaat hij dus noemen. Ik dacht, ik moet eens een keer weer even een mooi killetje maken in een video. En ik dacht, ja, wat is nou leuker aan deze jongen killen? In ieder geval, hij dacht dus dat hij mee zou doen. Want hij wou weer zijn kanaal gepromoot hebben natuurlijk. Dus hij wou meedoen. Dus vertel me even wat je kanaal is. Ja, kijk, ik heb 2 kanalen. 1 kanaal doen we. Nee, 1 kanaal doen maar. Mindtopia Plays en JVV Idea MTP. Ja. Nou, als je naar Mindtopia Plays gaat, hoe heet het? Gewoon Mindtopia Plays? Ja, gewoon Mindtopia Plays. Nou, als je naar Mindtopia Plays gaat, dan... hij zal vast wel een reactie plaatsen, of ik zal een linkje in de beschrijving doen als ik het niet vergeet. Dan vind je zijn kanaal vast wel en dan kan je die andere ook wel vinden. Ik leg hem kapot altijd bij die downtown veiling, holy shit. Oké, okay, ja, ik ben op min 600. Oké, okay, wat zijn de kosten nog een keer? Nog een keer. Min 690 en min 1766. Oké, okay, daar ben ik bijna. Oh mijn god, jongen. Ik heb gewoon iemand vermoord. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Ben je was ooit doodgaan? Of wat is je eerste keer? Ja, ik ben al heel vaak doodgaan. 1 keer ben ik gekild door Bigar. Toen ben ik 3 stukjes gold kwijtgeraakt. Toen was het echt nog veel waard. Ja. En 1 keer ben ik ook gekild door een zotte gast. En toen ben ik 2 stukjes iron. Ik zit altijd mijn spatiebak te spammen. Dus ik denk dat de kijkers dat wel horen. Maar. De kijkers horen wat ik dat zit te doen. Zo. Oké, als het goed is, moet je hier zijn. Ik zie je niet. Oh. Nou, hier. Yo. Nou, hot dogs. Nou, thanks voor de pumpkin leggings. Hier heb je. Ja, die wil je wel. Een of andere boekjes, waterbubbles. Thanks voor de pinpas. En goodbye! Hier heb je je pinpas. En het is gewoon gold wat je bij hebt, hè? Ja. Misschien is het leuk om dat weg te geven. Daarom zei ik ook: kom in je Malibu pakje. Misschien moeten we deze mooie pumpkin leggings weggeven. Ja, nou, doe maar op jouw kanaal. Ja, op mijn kanaal, dus allemaal even abonneren. Nou, jongens, op Mindtopia Place gaat hij dat weggeven. Maar snap je nou waarom ik zei, doe je Malibu pakje aan? Ja. Zodat je Elytra niet omdeed. Nou mensen. Maar ik had hem wel bij, maar ja. Ja, had je hem wel bij, in die koffer zeker?
Ja, in de koffer natuurlijk. Nou, het is mooi dat hij erin getrapt is. We zijn hier bij de, is verbouwd. In ieder geval bij de rechtszaal of zo. Ik heb geen idee. Wat is dit? Het museum toch of zo? Ja, het museum. Ja, het zal wel. Ja, dat is nooit gebruikt. Nooit gebruikt. Ja. In ieder geval voor de mensen die het weten, ik deed mee met jachtseizoen ook nog van Serial Game. Dat kan je ook nog checken. Dat deed ik ook mee. En ja, hoe het is afgelopen, ja. Dat kan je ook zien. In ieder geval mensen, doe in ieder geval like. Ik denk dat dit de video was. Ja, oh. We hebben lekker even de... Mijn huis laten zien. Even, ja, dat doen we in een andere video. Doen we een andere video. Zo'n Malibu huis, het oude huis van David. Kunnen we laten zien. Laat achter als we dat moeten gaan laten zien. In ieder geval, we hebben dus mooi de rijkste persoon van de server vermoord. De rijkste persoon van België. Inderdaad. De rijkste persoon van de Benelux. En ja. Doe even een like als je ook vindt dat hij echt een durp kop heeft op Minecraft. Ja, kijk eens naar je eigen hoofd. Ja, die van mij is ook durp. Lololol. Maar in ieder geval, dat was dus de video, mensen. En ja, doe even een suppie. We hebben bijna de 10.000 abonnees gehad trouwens. Dus dat is ook nog waar. En we zijn hier trouwens bij een nieuwe loot crate. Moet een keertje langs gaan. Ik moet even Greycoins een keertje kopen. Laat achteraf een keertje loot crate moet gaan openen weer. En een nieuwe loot crate ding is ook wel leuk. In ieder geval, ja, bijna 10.000 abonnees. Dus zorg dat je geabonneerd bent. Ja, doe even een likey. En ja, vergeet zeker niet eventjes een reactie achter te laten wat je ervan vond. En dan bedankt voor het kijken. En wil je even video nog wat zeggen? Abonneer op mijn kanaal. Wat zei je? Abonneer op mijn kanaal. Harder! Abonneer op mijn kanaal. Ik ben niet abonneren op zijn kanaal, zegt hij 3 keer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!